Ik zie het altijd voor mij als, als de droevige mannen van tussen de 40 en de 50, die nog net voldoende testosteron hebben om zich op te winden. En dan die s'avonds dan na de gebakken aardappeltjes naar boven trekken naar hun, naar hun uh, mannen vertrekken, om het zo maar te zeggen. En dan op hun computer dit soort van boodschappen gaan zitten typen. Awesome. Kunt <laughs> u mij horen? Nou, het was een, een drukke week weer. Uh, iedereen uh, had weer een mening over je vanwege de boerenuitspraak. Uh, ja, ja dat, heeft, dat had direct spectaculaire resultaten. <laughs> ik werd overspoeld met woede. Door allerlei lieden die vonden dat ik mij daar niet over uit moest spreken. Uh, maar ja, je weet dat de zijde in Nederland, want daar komt dat vandaan. dat men weinig begrijpt van argumentatie. Men denkt eigenlijk als je zegt hij is dik. Hij is oud, dat dan ook zijn redeneringen niet juist zijn, maar het ene heeft niets met het andere te maken. Ook dunne jonge mensen kunnen hele domme dingen zeggen, ja. maar daar begrijpen ze eigenlijk niets van. Het is niet veel meer dan schelden. Men is ook werkelijk verbazingwekkend slecht geïnformeerd, laat ik er dat ook nog mee bijzeggen. En eh, hoe zal ik dat als beleefd zeggen? Eh, je hebt wel het indruk dat het IQ eh, ook gemiddeld wel wat onder de 100 zit. Maar er waren ook mensen die zeiden, laten we eens langskomen op de boerderij. Dan, dan leggen we eens uit hoe het zit. Ja, alsof ik niet begrijp hoe een boerderij werkt. He, ik heb net nog een groot stuk, nog niet zo lang geleden, in de NRC gelezen. Dat mega veebedrijven bedrijven dat die in de laatste paar jaar nog heel sterk zijn uitgebreid in aantal. Waardoor je ook denkt, wat een vreemde sector. Ze moeten daar toch ook wel vermoeden dat dit de toekomst niet is. En desondanks is daar kennelijk nog steeds sprake van een aanzienlijke expansie. En hoe groter die recente expansie, hoe groter natuurlijk ook de komende krimp. Ja. De kritiek is toch vooral een beetje dat wij ons niet kunnen voorstellen, vooral hier in de Randstad, hoe het is om een boerderij te hebben en straks de ja, helft van je boerderij weg mij moeten ook doen. Een, het is een beetje toch, een beetje ot en sien romantiek. Een boerderij is een bedrijf, het is niet anders. En ja, met die bedrijf, nu hebben wij toevallig te veel van die bedrijven op specifieke punten. Lang niet overal, op specifieke punten. Uh, zal er uiteindelijk toch een soort sanering moeten plaatsvinden van de grote veebedrijven in Nederland? Ja, zonder meer, daar is iedereen het ook wel over eens. De hele vraag is, hoe zal die sanering plaatsvinden? Als je natuurlijk zegt, stikstof, helemaal geen probleem, hartstikke goed voor de plantjes, uh, we hoeven er niets aan te doen, ja, dan zit je fout. Dat is natuurlijk de instelling van veel van die mensen die dan ook op Twitter. tien van die traktertjes in hun biootje hebben zitten. Ja, het is ook wel komisch. Het, het doet mij in zoverre wel goed dat ik denk: nou ja. als rechts echt zo stom is als Twitter doet vermoeden. dan zijn de gevaren van rechts die zijn ook in feite vrij beperkt. Dus ik maak me daar echt niet druk over. Sterker nog, het heeft ook wel vaak een enigszins komisch karakter. Vooral als je de spellingsfouten en een niet lopende zin, als je die er een beetje bij optelt, dan heeft het wel iets komisch. Raakt het je nog als je die dingen leest? Nee, want je weet, je weet waar het vandaan komt. Dus ja, ja. in zekere zin moet je wel zeggen dat de sociale media en in het bijzonder natuurlijk Twitter, dat die wel denk ik een polariserend effect hebben, doordat mensen vergeet ook niet dat het overgrote deel van dit soort van reacties is anoniem. Ja, dus het zijn, ja, het zijn ik, zie het, ik zie het altijd voor mij als, als de droevige mannen van tussen de 40 en de 50, die nog net voldoende testosteron hebben om zich op te winden. En dan die s'avonds dan na de gebakken aardappeltjes naar boven trekken. Naar hun, naar hun uh, mannen vertrekken, om het zo maar te zeggen. En dan op hun computer dit soort van boodschappen gaan zitten typen. <laughs> Waarbij ik ook zou willen aanbevelen. Als u nou dat berichtje getypt hebt. Zoveel is het niet. 140 tekens toch. Zou u dan niet even de zaak teruglezen? Zodat u de, de ergste spellingsfouten. En de, de meest kreupele zinnen er even uit kunt vissen. Dus nee, het heeft gek genoeg op mij wel een bemoedigend karakter. Ik vind het wel raar dat veel andere media kennelijk toch zo verlegen zitten om confrontatie, ruzie, opwinding in de tent. Dat ze Twitter serieus nemen als een medium. wat representatief is voor de Nederlandse meningsvorming. Wat het helemaal niet is. Het is, een, het is een, zeker ten aanzien van de rechtse opvattingen is het een. Ja, is het een vrij marginaal gebeuren. Sowieso is Twitter, als ik het goed begrepen heb, in Nederland niet zo verschrikkelijk groot. En Twitter heeft de, de bekende retweet machine, dus ze retweeten steeds mekaar. Wat je ook goed kunt merken, omdat ze dus nergens iets van af weten, ze retweeten iemand anders die nergens iets van af weet. Dus nee, je kunt, als je het zo aan zou trekken, dan, dan zou je denken: als je, stel voor dat je het zo serieus neemt, dan moet je emigreren, bij wijze van ja. spreken. Maar denk je dat die mensen ook uh, de gave hebben om het uh, in je gezicht te zeggen, dus real life? Nee, 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 dat is een bekend geval. Ik heb er wel eens verteld van die, van die man, dat bleek een Belg te zijn, dat was een EO-programma. En dat was natuurlijk misschien vanuit de christelijke gedachten. Op het idee gekomen om mensen die dus heel ver van elkaar afstaan, ideologisch, om die met elkaar te confronteren. In dit geval was dit iemand die mij echt uitgescholden had op een typisch Twitteriaanse wijze. En die hadden ze gebeld en ze hadden mij gebeld. Zo van, heb je bezwaar tegen om met die man aan de telefoon een en ander te bespreken? Nou had ik alleen maar geen bezwaar tegen eerlijk gezegd. Ik was wel benieuwd. Bleek dus nogmaals een Belg te zijn. Ja, en naarmate het gesprek zich ontwikkelde, ja, retireerde hij steeds meer en meer. En ja, tenslotte werd ik door hem uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Wat ik natuurlijk wel een. Dat is er overigens niet van gekomen, maar dus zo, zo werkte het eigenlijk. Zodra natuurlijk het contact persoonlijk is en niet anoniem op je, op je mannenkamertje onder de schuinstaande uh, zolderbalken. Uh, dan, dan wordt het heel anders natuurlijk. Want dan, ja, dan, we weten dat ook natuurlijk met, met vluchtelingen en immigranten. Individualiseren het. En je denkt, oh jee, wat zielig. Moeten we iets aan doen? Enzovoort. Zo, zo werkt de mens. Hè. We hebben er geen enkel bezwaar tegen om de zeeën leeg te vissen. Maar als je zo'n zo dode of stervende botvis op het strand hebt, dan denk je, ah. Oh, dat is toch zielig, wat een zielig beest. Moeten we daar niet iets aan doen, van de massaal heen, om een boterhammen te voeren. Het, het, dat is eigenlijk een, een, een heel bekend effect. En ik denk dat dat in het geval van de boze twitteraar, voor een belangrijk gedeelte, ook zo zou zijn. Ik zet even het raam een tikkeltje. Ja, doe maar dicht. Want wij worden geteisterd door de elementen. Je krijgt heel wat stroom, anders doet hij het niet. Uh, oh, kijk. Ik dus denk dat... dat het zo al, al, al niet meer zo is. Dus de oproep is eigenlijk, uh, denk eventjes na voordat je op enter drukt, voordat je het verstuurt. Nou, ik, ik, roep, ik roep ze tot niks op. Oh. Uh, er is in Nederland sprake van een vrije meningsuiting. En er is dus ook sprake van een vrije meningsuiting van, ja, kun je kunt nog meningen noemen. Het, zijn een soort, soort, <laughs> het, het is, wordt voor belangrijk, ik denk ik, door emotie gedreven. Het zijn mensen die, die in die bubbel, in die rechtse bubbel terecht zijn gekomen. En ja, het land bestaat ongelukkigwijs uit me meerdere bubbels die natuurlijk allemaal vinden dat ze groot gelijk hebben. En dat de andere bubbels, nou misschien niet vernietigd moeten worden, maar wel de mond gesnoerd moeten worden. Ja. Dat is een van de meest merkwaardige aspecten ook van dit type van debatten in Nederland. Dat het geweldige voorstanders zijn van de vrije meningsuiting. Vooral als het gaat om hun eigenaardige opvattingen. Maar in mijn geval, ik, dient, ik dien onmiddellijk geweerd te worden van alle, van alle media. Hoe is het mogelijk dat die beschimmelde bejaarden nog gevraagd wordt voor tv-programma's? Nou ja, je ziet, het, is, uh, ja, het heeft wel iets komisch. Maar de, ik, ik heb begrepen van een onderzoek, wat overigens alweer jaren geleden is, maar ik denk niet dat het sterk veranderd is. Dat die rechtse eh, retweetgroep, om het zo maar te zeggen. dat waren geloof ik 14.000 mensen of zo. En je ziet ook veel als je er naar kijkt, want ja, dat moet ik zeggen. Ik, heb, ik ben toch geneigd om er naar te kijken, <laughs> al was het maar om eens te zien hoe de tegenstander eruit ziet. En. Nou, je komt er niet van onder de indruk. Laten we, laten we het mild samenvatten. Je bedoelt het uiterlijk van die mensen? Nee, 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 nee. Het nee. uiterlijk maakt me helemaal niks oh. uit. Ik boel, anders dan zij heb ik niet het gevoel dat uiterlijk iets zegt over de houdbaarheid van je argumenten. Ik ben wel verbaasd over de stomzinnigheid oh. van die schuldpartijen. Ja, ja, ja. Dus de berichtjes bedoel je vooral? Ja. Ja, ja. En ook de klunzigheid daarvan natuurlijk. En het volstrekte gebrek aan informatie wat er meestal uit blijkt. ja. Maar ze wordt ook van de gekste dingen beschuldigd. Dat je denkt, waar is ze de godsnaam vandaan? Het is, ja, het is een... Het, ik betreur het aan de ene kant omdat ik de sociale media zie als, als laten we zeggen, aanjagers van polariserende, polariserend denken. Nou heb ik daar zelf ook wel een zekere liefhebberij in natuurlijk. Ik mag het graag wat scherp stellen. Maar tegelijkertijd moeten we ons er ook misschien niet al te veel over opwinnen. Want je weet dat zij natuurlijk, ja. Eh, niet alleen ik deug niet, maar in feite de, de hele. In, in bredere zin, de mainstream media deugen niet. Dus ja, dan houdt het al heel gauw op natuurlijk. Ja. De BBB-mevrouw wordt ook bedreigd. Hè? Dat zal dan weer door een andere bubbel gebeuren. Ja, ik las ook dat dat mede door mijn inspanningen bereikt is. Dat wat je ook denkt, hoe, wat een volstrekte onzin is dit allemaal. En nogmaals, ik, ik, ik heb wel bezwaar tegen de manier waarop. Laten we zeggen, op een aantal plaatsen in de Nederlandse media gesuggereerd wordt. dat je dat Twitter ook serieus moet nemen. Daar geloof ik namelijk helemaal niks van. Nee, maar dit was volgens mij. dit waren doodsbedreigingen die fysiek ook bij haar binnen zijn gekomen. Niet, ik, ik heb nooit doodsbedreigingen. Ik krijg <laughs> heet... geen doodsbedreigingen. Bij mij zeggen ze. Dat vond ik op zichzelf ze wel een interessante redenering. Zijn ze veel. veel met enige regelmaat wordt gezegd dat ik allang dood ben, maar het niet weet. Dat betekent natuurlijk dat doosbedreigingen geen enkele zin hebben, want ik ben al dood. Dus ja, je kunt het laten zoals het is eigenlijk. Ja. Het is een wonder dat ik. Eigenlijk hoor ik. Je hebt de Walking Dead, zoals je weet, dat is een bekend televisieprogramma, maar ik behoor tot een heel nieuwe groep, die is nog niet eerder ontdekt. Dat is de Talking Dead. Dat is wel een. Dat is wel een fijn gevoel om dat te zijn. Omdat je eigenlijk, ja, als je toch dood bent, ben je feitelijk onkwetsbaar geworden. Ja, een soort van geest. Die de... Ja, zo kun je het best. Ik zweef eigenlijk, nou ja, ik wou gaan zeggen, ik zweef boven de water. Dat is misschien wel erg pretentieus. Maar ik ben een soort sprekende geest. ja. Maar uh, de Caroline heeft dus wel echt doodsbedreigingen gekregen. En niet van jou Maar Ja, ik want... weet niet hoe serieus die genomen okay. moeten worden. Ik weet niet of ze, ze zeggen, dat als die heel serieus zijn, moet ze politiebewaking hebben. Op zichzelf is een vrij bekend punt dat, dat doeners zijn, eh, dreigers zijn geen doeners. Dus ja, je zou het, eh, ik heb geen idee. Maar Kennelijk was ze er zelf zeer van onder de indruk en dat is haar goed recht. Ja, en ze heeft ook eventjes alles stilgelegd qua optredens. Ja, dat kan ook, denk ik, electoraal ook goed uitpakken. Hè, omdat je natuurlijk toch, ja, je wordt slachtoffer, men, men sympathiseert met iemand die, die bedreigd wordt. Maar ja, Rutte wordt ook bedreigd en het heeft in zijn geval nee. niet geleid tot sterke sympathie ja. voor de zittende minister-president. Maar vind jij dat je die, die, uh, nou ja, die kritische, misschien wel haatgevoelens richting uh, Caroline, dat je die voedt met die kritiek op haar? Nee, nou, helemaal, helemaal niet. Omdat die niet persoonlijk gericht zijn. Het gaat om politiek. Dat is ook iets waar ze niets van begrijpen. Dat politiek en persoon, dat dat heel verschillende categorieën zijn. Mijn bezwaren tegen, tegen de BBB-mevrouw. Die waren ook helemaal niet van persoonlijke aard, het lijkt me eerlijk gezegd een gezellige vrouw die weet wat ze doet in grote trekken. Die betrof in het feit dat ze bij allerlei programma's zat en dat daar nooit de politiek aan de orde werd gesteld. Als je een Kamerlid hebt in je programma, dan moet die daar zitten vanwege de politiek. En er ze wordt altijd gezegd, ja jij zit er ook en jij geeft je mening, maar ik ben geen Kamerlid, ik ben geen politicus, ik heb geen politieke ambitie, ik heb geen enkele machtsambitie, 0,0. Mijn enige ambitie is niet waar om ook als dode voor te kunnen spreken. <laughs> ja, ja, maar die link die, die zien veel mensen niet, heb ik het idee. Die denken die, Verossum, die, die zit, net zoals toen met Fortuin, toen werd er ook gezegd... Marcel Van Dam die heeft daar daaraan bijgedragen. Zeker, ja. En, en nou ja, dat, dat vond ik ook niet juist. Ik, wat ik me herinner van die opmerking van Van Dam was ook dat ze de politiek betrof. En de politiek... Standpunten van Pim Fortuyn. Of die ook zei dat de persoon zelf niet deugt, dat, dat staat mij niet meer helder voor de geest. Nou ja, u, dat hebben besproken. Bij, bij 9-11 was het bij mij gauw afgelopen. Omdat na twee dagen werd ik van het beeld uh, werd ik geweerd uit de studio. omdat ik vele mensen in het land gekwetst had. Ja. Waarmee is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar... Ja hoe verklaar je dat je toch nog steeds gevraagd wordt om aan te schuiven bij de talkjes? Want ze kunnen ook denken van weet je, we pakken ze nieuw iemand. We hebben die van Rosmal zo vaak gehoord. Ja, het is te meer gek natuurlijk omdat ik steeds erop geweest word hoe oud ik ben en dat mensen van mijn leeftijd al lang opgeborgen hadden moeten worden in een verpleeghuis en dat soort van zaken. En hoe is het mogelijk? Zou die losgebroken zijn uit het verpleeghuis? Zo is de, s s'nachts uit het raam geklommen. Was toch zo'n honderdjarige die s'nachts uit het raam geklommen was en op avontuur was uitgegaan. Um, ja, ik denk dat dat toch ook komt het feit dat ik mijn mening scherp en, en behoorlijk beargumenteerd weer kan geven. Ja. En anders kan ik er ook geen reden voor verzinnen. Of gewoon te gewoon. Je zit in de kaartenbakken. Hm. Ja. Heb je nog eventjes gevolgd hoe die uh, gesprekken nu tussen Remkes en die uh, belangenbartigers van de, de landbouw. Nou ja, die, 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 die landbouwers in de brede zin van het woord in dit geval. hebben natuurlijk meteen onderling herrie gekregen. Want ik begreep dat. Sommigen meenden dat je helemaal niet mocht spreken met de overheid. Eh, en dat het LTO dat toen doorbroken heeft. Dat heeft hij niet van de tak of zo. Of tak ja, zo. ja. Zoiets dergelijks in ieder geval. Maar ja, die is door de minister-president gebeld, wat die kennelijk nogal vrij deftig vond. En ja, die is toch bereid om aan tafel te gaan zitten. Wat ik van harte toejuich, aangezien ik van mening ben, dat ooit. Zal er serieus gesproken moeten worden over, dit, over deze kwestie. En ooit zal er tot een besluit moeten worden gekomen waarbij een deel van onze veestapel weggesaneerd moet worden. Omdat die inderdaad buitenproportioneel proportioneel gegroeid is. Ja, de LTO gaat echt een vrijblijvend gesprek met Remkes hebben. En er was een andere club en die ging met ze bellen, hè, heb ik begrepen, een maandag. Kijk, hoe ze ook werken. Nou ja, Daar was grote verontwaardiging over, eh, onder de radicale fractie, begreep ik. Farmers Defense Force, ja. Force bedoel je? Ja. Even kijken hoe die, nou. Ik zag die boze man van de Farmers Defense Force ja. in beeld. Ik denk, hoe, wat is die boos? Die zei van ze ja. hebben de, de ruggengraat van een tuinslang. Ja. Dat is wat hij zei, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Ja, ik wist helemaal niet dat het dan tuinslang een ruggengraat had. Oh, maar de bedoeling zal zijn dat ze dan helemaal geen ruggengraat is. Ja. Ik heb ja, kijk, hij was ongetwijfeld een ongelofelijke ruggengraat gegoten in beton. Maar daar heb je niet zo verschrikkelijk veel aan eh, in een ingewikkeld democratisch bestuurd land als Nederland. Maar misschien mikken ze erop dat de BBB mevrouw volgend jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen een dikke overwinning haalt. En dat kan natuurlijk aanzienlijke invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja. Nou weten we wat er. Hè? U weet dat bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Ja, iedereen moet er misschien even aan herinnerd worden. Maar dat er een spectaculaire electorale overwinning werd behaald door Forum voor Democratie. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Hè? Dat bleek eigenlijk zo'n. Je hebt wel van die, van die cowboyfilms met zo'n zo zo getimmerd dorp, weet je wel, en dan eigenlijk aan het eind van de film ligt het hele dorp ligt aan Spaanders op de hond. Na de shootout out in, in Main Street. En ja, dat van Forum van is natuurlijk bar weinig overgebleven. Doet BBB eigenlijk mee in de provincie? Ik heb begrepen dat ze wel mee wil doen aan de provinciale statenverkiezingen. Oké. Okay. Dus inderdaad, uh, agac dat die gaan bellen. Dat is ook een boerenbeweging. Oh, nou, kijk, als ze kunnen bellen, dat is al heel wat. Ik vond ook wel vrij komisch dat ik daar, ik geloof bij het wel op 1 was het, dat ze daar een foto lieten zien van het hoofdkwartier van de. Van de boerenbeweging of van de BBB-beweging. Dat bleek een aandoenlijk stulpje te zijn. Ergens in de, in de binnenlanden, zou ik maar zeggen. Waarbij je dan ook. Ja, wat je ziet is inderdaad een aandoenlijk stulpje. Maar ook een aandoenlijke stulpje. Heb je tegenwoordig gewoon internet. En kantoor kun je tegenwoordig overal houden. Hè? Op het terras in de Bahama's. En, en wij kunnen hier een opname maken in een autootje in de Frans Halstra. Enzovoort, enzovoort. Ah, dat je, idee... bent, je bent overal aangesloten op de wereld. Ja, maar het idee daarachter was dat het dus anti-Den Haag is. Hè? Of dat ze ook het geluid willen laten horen van... Ja, anti-Den Haag, dat is natuurlijk ook een bekend thema. En dat is natuurlijk vooral in de randprovincies is dat natuurlijk ja, een min of meer blijvend en structureel verschijnsel. Gaan ze in vlaanderen kijken, ook als je ziet bijvoorbeeld... waar de PVV goed scoort of andere vergelijkbare partijen... dat is altijd in het perifere Nederland... Behalve dat de Pvv ook ik, goed scoort in sommige stukken van Rotterdam. Ja, maar de gedachte daarachter is op zich logisch, toch? Dat ze zeggen we. Heel logisch, in... ja, maar voelt zich achtergesteld, hè? omdat de randstad natuurlijk altijd dominant is. De meeste media komen uit de randstad. Hè? Ja, de media komen natuurlijk niet verder dan Hilversum. Nou, dat is nog dik randstad. Hè? De randstad breidt zich natuurlijk wel uit. Die, die werkt als het ware aan een nieuwe schil. Ik geloof dat je vroeger zou je Arnhem-Nijmegen eigenlijk niet tot de Randstad hebben gerekend. En tegenwoordig denk ik dat je, dat, dat als het ware de tweede schil is van de Randstad. Of misschien Edeven en Daal. Van die supersnel groeiende kernen. Arnhem-Nijmegen groeit natuurlijk aan elkaar. Met een soort strookje groen ertussen. Eh, dus ja, dat, de Randstad groeit ook wel. Maar ja, wij zijn een heel klein land in die zin. Ik ben ook altijd, er wordt ook als je een lezing houdt vaak geklaagd over dat er geen aandacht is voor de problemen van het perifere Nederland. En nou ja, dat, ze, dat ze slechte verbindingen hebben met de Randstad. Ze hebben wel de pest aan de Randstad, maar vinden toch goede verbindingen met de Randstad. Denk aan het eeuwige rouwen over die, die ene of andere razendsnelle verbinding tussen de Randstad en Groningen. Waarbij je altijd moet uitrekenen hoeveel mensen er precies dagelijks naar Groningen willen of weer terug willen. En of het zin heeft om misschien 50 miljard te steken in een supersnelle verbinding tussen het een en het ander. Maar ik zeg altijd tegen die mensen: wees blij. Ik kom hier vanavond een lezing houden. Ik heb niet eens hoeven te bellen of ik makkelijk kan parkeren. In de Hansen moet je altijd bellen: kan ik parkeren, maar dan. Dan je zo een speciaal plekje vrijgehouden, anders kun je niet parkeren. Of het parkeertarief is zo hoog dat je al de helft van je lezinginkomen weer kwijt bent. Denk aan Amsterdam. Ik ga nooit naar Amsterdam met mijn eigen auto. Nooit. Dus iemand mij uitnodigt in Amsterdam. Ja, dan wil ik wel komen, maar alleen per taxi. Mm -hmm. Maar kun jij je goed inleven in, in wat speelt in de rest van het land? Kun je ja, je goed in de nee, dat kan ik natuurlijk niet. Want wie kan zich nou individueel inleven wat er speelt in een land wat bijna 18 miljoen inwoners heeft? Dat kun je niet. Ja. Kan ik me inleven in, in een achterbuurt van Rotterdam? Nou, niet erg. Ik ben er wel eens gaan wandelen. Ik was er toch wel geschrokken, moet ik je zeggen. Ontzettend een zooi, vond ik het eerlijk gezegd. En ja, ik was verbaasd over dat het ook, ook, ook uiterlijk deed denken aan Amerikaanse achterbuurten. Gewoon een, een rommeltje was. Dus nee, kan ik me voorstellen hoe het is om in Bellingwolde te wonen? Nou, moeilijk. Ik heb er twee keer een lezing gehouden. Het leek me een heel gezellig dorp. Bij de tweede lezing. Was ik lekker bezig en toen keek ik vanuit het dorpshuis naar buiten. En toen dacht ik, wat een eigenaardige kleine bruine koetsjes staan daar. Wat zou dat zijn? En dus ik zei, ja dames en heren, er staan heel veel wonderlijke dieren buiten. Ja, dat bleken herten te zijn. Dus die grazen daar in de tuin van het dorpshuis. Dat vond ik wel. Ik was er wel van onder de indruk. Ik was er ook al een beetje jaloers op. Hè? Als ik nou vanavond in het Wilhelminapark ga wandelen zeg, en zeggen, er staat een groep reeën. Dan denk je toch, hallo, hè? dit is toch wel een uniek succes van de dierenbescherming. Mm. Dat zal niet gebeuren. maar Nee, dus je moet je daar niet net zo goed als die mensen in het land niet, zich niet kunnen voorstellen wat voor soort van leven ik leid. Dat is natuurlijk heel lastig. Je, je leven is altijd geleid in, laten we zeggen, in, in, in een bubbel. Die kan wel wat opgerekt worden. Dat we zeggen, je hebt, je hebt natuurlijk je familie. Die is in allerlei opzichten bepalend voor wat je doet en denkt en waar je heen gaat en zo. En dan heb je iets bredere kring, dat zijn kennisje. En in mijn geval heb je nog wel wat, wat bredere kring van mensen met wie ik op enige wijze beroepshalve te maken heb. Ik ben net drie weken in Amerika geweest op een reis naar plekken waar je in ieder geval zonder een dergelijke reis nooit van je leven zou gekomen. Zou zijn gekomen. Ja. ja. Maar het inleven dus in de boeren is in deze discussie ook voor de mensen die dit straks moeten gaan oplossen toch wel belangrijk. Je ja, maar beetje... zou je het ook niet verstandig zijn als de boeren zich ook wat zouden inleven in wat grotere problemen dan alleen hun eigen particuliere problemen? Mm -hmm. Het probleem is in een democratie dat iedereen moet proberen zo op enige wijze, liefst behoorlijk georganiseerd, iets in te leven in de problemen van andere mensen in Nederland. Mm -hmm. De boeren zijn niet alleen in Nederland. Dat schijnen ze vaak wel te denken. He, want ik zag gisteren ook weer een groot bord zonder boeren geen eten. Ik wil nou één. Het is een argument, maar mensen nog en toe. Wij exporteren 75% van onze, onze agrarische productie. Dus laten we dat, nou, dat verhaal nou ook niet al te serieus nemen. Ja, ik zou, bij de A 27 staat het hè? bij beeld. Ja, ja, dat bord heb ik ook gezien. Ja. Gezien. ja. ja. Maar heb je het idee dat de boeren dat doen? Dat ze zich verplaatsen? Nee, ook in... tot op heden niet. Het is, het is, ze zijn toch eigenlijk. Je hebt, je hebt, we hebben in Amerika nogal wat van die. Uh, niet, niet geplaveide wegen gereden. En dan krijg je van die, van die ribbels in. Hè? Want steeds diepere gleuven, als het ware. Sterker nog heb ik die, die cowboy waarmee ik mee reed, Die met zijn pick-up. Die, die, die jaste daarin met 60, 70 kilometer. En die liet gewoon die auto zelf in die in die, 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 die ontstaande ribbels rijden. Dat is wel een heel leuk evenement. Dat is wel een beetje, dacht ik, ook het boerenprobleem dat ze natuurlijk zulke diepe voren getrokken hebben dat ze daar niet meer uitkomen. Dat ze eigenlijk gevangen zijn geraakt in hun eigen bubbel. Ze zullen uiteindelijk begrip moeten opbrengen voor een wat groter beleid op het punt van uitstoot van stikstof. Ja, en daar zijn die belangengroepen natuurlijk belangrijk in, want die ja, gaan... Ja, laat ik het nog een keer zeggen, dat is niks nieuws. Deze problematiek speelt al decennia. Ja, maar denk je dat die belangengroepen uiteindelijk die radicale achterban kunnen overtuigen? Of, of zullen die altijd blijven vinden? Ik wat ze neem overtuigen? aan van wel, als we ophouden met ook ons te laten intimideren door die trekkeracties... Dus ja, ik begin langzaam toch serieus te overwegen om een, een trekkerverhuurbureau te beginnen. Zodat ook allerlei andere demonstranten die nu helemaal verwaarloosd worden omdat ze geen trekkers hebben. Om die ook in de gelegenheid te stellen om ze een paar lekkere wegen af te sluiten. Ja nee, ik begreep de politie die eh, prikt een vorkje mee bij, bij, die, bij die barbecue die ze georganiseerd had. Nee, daar, daar zal de overheid, nou goed, daar ging die hele discussie natuurlijk over. Daar zal de overheid toch een wat standvastiger standpunt in moeten innemen. Ja. ja, en Mark van den Oever, dat is die man van Farmers Defence Force, die blijft heel uh, duidelijk, hè? Die, die buigt uh, eigenlijk. Ja, in nee, de... die, die, dat is die man van de tuinslang, begrijp je? De de ja, ja die, die moet een ruggengraat hebben van, van uh, nou ja, nog niet eens van roestvrij staal, maar, maar eigenlijk van voorgespannen beton of zo, ik weet niet precies wat je ervan. Ik wens hem veel plezier met zijn, met zijn ruggengraat, maar ik ben bang dat dat toch op den duur slecht gaat aflopen. Ja. En die acties hebben toch effect gehad, hè? Want uiteindelijk... Uh... Ja, die acties hebben aanzienlijk effect gehad... omdat iedereen toch geïntimideerd is geraakt. Ik begreep ook uit de krant... Dat, dat de politici eigenlijk liever er niks over zeggen... om allemaal een beetje koudwatervrees te hebben... om te zeggen, ja, wacht eens even, dat kan zo niet. Mm -hmm. Onze minister-president op zijn excellente wijze... zei het was volkomen intolerabel... verschrikkelijk, ontzettend, moest direct beëindigd worden. Maar hoe, dat deelde hij niet mee... De enige die zich nog een vrij kordaat uitsprak was die politiechef. Die zei, dit is echt te gek voor woorden. In feite is dit crimineel gedrag waarvoor er bij jaren gevangenisstraf op staan. Dus ja, laat het... De overheid zal het vroeg of laat aan moeten pakken. En ze hebben het natuurlijk al heel lang door laten etteren. Het is weer een weer een stinkende wonder. Nee, ja. nou ja. Hij ja, zei al eerder deze week, ze hadden eigenlijk toen dat in de, in de beeld hè, bij het RIVM, toen ze daar stonden, toen hadden ze het al moeten aanpakken. Sowieso, het had anderhalf jaar geleden al aangepakt moeten worden, dat is toen ook niet gebeurd. Ja, toen kwam COVID even tussendoor. Ja, en dat is wel een beetje het probleem van de zittende regering. Hè, dat, dat ze altijd denken: weet je wat, we kijken een hele tijd de andere kant op. Hè, en dan zie je het gewoon niet. Als je ook geen tv kijkt, je hebt geen idee. Neem dat, Koa. Dat is toch een dramatische situatie waar dus gewoon geen kloot aan gedaan wordt. Waarbij je ook het vermoeden krijgt dat dat expres zo georganiseerd wordt. Om misschien ook duidelijk te, nou, te maken dat het welkom hier in Nederland te wensen overlaat. Maar het is natuurlijk een beschamende vertoning. Ja, ja. Maar je kunt ook beargumenteren dat Rutte en zijn vakministers het ook niet heel handig hebben aangepakt met de kaartjes. En de Absoluut, alle... maar dat heb ik ook nooit gesuggereerd dat dat zo is natuurlijk het kabinet heeft dit op een lamentabele wijze gepresenteerd, anders kun je het niet noemen. Ze hebben niet voldoende perspectief geboden aan die boeren die hun bedrijf zouden moeten beëindigen, hoewel die financiering heel ruimhartig is. Als je even kijkt wat een je kunt ook zeggen als je en ja. Dat klinkt natuurlijk ook niet erg vriendelijk, maar aan de lopende band verdwijnen er beroepen met lange tradities. En bij mijn weten worden die niet ruimhartig gefinancierd door de overheid bij verdwijning. Hm. Mm. Hoe pakken ze het eigenlijk in andere landen in Europa aan? Want het is natuurlijk niet een uniek probleem wat wij hebben. Nou ja, ik begreep dat het in België veel gemoedelijker toeging. En dat de minister daar rondreisde langs de diverse boerderijen. Maar daar zit je al heel snel met het probleem dat de Nederlandse veehouderij van een uniek karakter is. Dat we zeggen, van een zodanig intensief, grootschalig, technologisch hoogwaardig karakter. Dat je het helemaal niet kunt vergelijken met, met een boer Beieren die zes koeien heeft. Of misschien zelfs, ik weet niet hoeveel van dit type van bedrijven er in België zijn, maar ik denk dat dat aanzienlijk minder is. Ja, maar de landbouwlobby in Europa is natuurlijk sterk. Nou ja, dat weet het. Thierry Baudet zei toch ook nog eens een keer, wat ook eigenlijk vrij komisch was, dat wij wel hele strenge maatregelen namen, terwijl dat kennelijk in Duitsland niet nodig was. Nee, dat klopt. Want, dat, want de veehouderij in Duitsland is van een andere orde dan de veehouderij in Nederland. Ja. De veehouderij in Nederland is in zijn omvang en karakter betrekkelijk uniek. Mm -hmm. Denk je dat Remkes, die toch iedere keer gebeld wordt hè, als er problemen zijn... Dan, uh, dan wordt Remkes naar voren gestuurd. Denk je dat, dat hij met zijn karakter dit kan fixen? Ja, waarom niet? Ik heb sowieso nooit begrepen waarom Remkes niet onze minister-president is geworden. Het leek toch alle reden voor om dat te doen. Eh, ja, er werd ik gezegd dat het geen opvolger voor Rutte... maar dat komt dat we niet naar de bejaarden kijken, hè? Remke is verreweg de meest effectieve VVD'er van de afgelopen jaren. Dat kun je toch niet ontkennen. Maar, en ik vond het ook heel kortzichtig van die boeren dat ze dan niet met Remke's willen praten. omdat hij dat rapport in de tijd geproduceerd heeft. Remke is een troubleshooter. Zoals dat zo treffend heet in het Nederlands. Ja. Dus ja, de, laat ze met hem gaan. Hij bereikt, ik begreep dat hij een, een, een breed eh, mandaat had. Dus laten ze er praten. Wat is er tegen praten? Hoe, hoe lang kunnen ze nog bermen in de fik steken? Huisvuil storten op de grote wegen, een poppenkast maken. Dat is natuurlijk ook een probleem met demonstreren. Je raakt eraan verslaafd. Het is natuurlijk hartstikke opwindend werk. En kijk je s'avonds, kijk je op het internet, heb je op je geheime boodschappenlijst. Van jongens, morgen doen we het kruispunt bij X, Y, Z. Wie heeft er nog wat rotzooi liggen? Dan gaan we daar lekker dumpen. Het is s'avonds, het is s'nachts, het is natuurlijk het is, het is enorm opwind. Ik, die, die boeren die hebben natuurlijk nooit, die beleven nooit wat op die de hele dag melken en, en, en mo moeilijke dingen. Hoewel dat voorkomen geautomatiseerd is. Uh, maar uh, ja, ik begrijp dat wel. Het zijn natuurlijk vaak jonge mannen, wat je ervan ziet, zijn het zijn jonge mannen. Je ziet zelden bejaarde boeren, niet waar, die bent zo'n stok van. Daar <laughs> uh, komen keupelen, dat zie je eigenlijk niet. Uh, dus ja, ik begrijp dat wel. Ik denk ook dat er een licht verslavingsgedrag zich wel vertoont in die kring. Het is oorlog en wij winnen, stond op een van de spandoeken. Ja, ook natuurlijk die oorlogmetafoor is natuurlijk hoogst ongelukkig. Ja. Maar ja, ook, ook hoe heet die? Zegen had het ook over burgeroorlog. Dan moet ik toch die boeren waarschuwen bij burgeroorlog dat. Ze zijn bepaald niet in de meerderheid. Ja, uiteindelijk is, zijn natuurlijk mensen in de Randstad, om het maar even daarop te houden, niet wezenlijk geïnteresseerd. Ja, dat, dat allerlei mensen op het internet de kant van de boeren kiezen is omdat ze tegen de regering zijn. Omdat natuurlijk die hele groep van, nou ja, was er was toch ook zo'n zo demonstratie waar de hele club bij elkaar was, de antifaxers en. De mensen van tegen de wereldsamenzwering en de Prode Boer. En je konden alle gekkigheid was, was verzameld. Het oliemannetje zeggen ze wel van Remkes, hij, is die van Rutte? Nou, prima. Ja. God, dat is, nou, als er nou ergens behoefte aan is in de politiek, zijn oliemannetjes. Die kunnen, dit, die kunnen veel dingen oplossen. Ja, ik ben een groot remkes uh, bewonderaar. Ja, okay. Zeker. Maar als hij dit heeft opgelost, dan kan hij ook meteen uh, in Groningen het oplossen. Misschien kan ik gewoon niet te kort. Nou, kan en ik... ik zou zeggen, kan hij misschien Rutte niet eens bellen. om te vragen dat hij misschien beter het katshuis, kan, waar hij overigens nooit is, uh, kan gaan zitten. Waar is het de godsnaam vandaan? Dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder. Van Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is Der Eine, de man waarop we gewacht hebben. en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is. of zelfs misschien nog wel meer dan dat. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving. En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort.